In dit filmpje oefenen we verder met de tientallen. Hier zie je alle tientallen nog eens op een rij. We tellen telkens met sprongen van 10 en beginnen bij 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. We doen het nog een keertje. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nu tellen we terug. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Nu komen er allemaal raadseltjes over de tientallen. Denk goed na en kijk naar je getallen. Welk tiental staat tussen 50 en 70? Zeer goed, dat is 60. Welk tiental staat tussen 20 en 40? Dat moet natuurlijk 30 zijn. Welk tiental staat tussen 80 en 100? Yes, dat is 90. Goed zo. Ik heb er nog een paar. Welk tiental komt voor 60? Voor 60 komt 50. Welk tiental komt voor 40? Voor 40 komt 30. Welk tiental komt voor 20? Voor 20 komt 10. En welk tiental komt voor 90? Voor 90 komt 80. Welk tiental komt na 20? Na 20 komt 30. Welk tiental komt na 40? Na 40 komt 50. Welk tiental komt na 90? Na 90 komt 100. Dit noemen we eigenlijk ook al een honderdtal. Welke twee tientallen komen na 60? Dat is 70 en 80. Tussen welke twee tientallen ligt 50? Het tiental ervoor is 40 en het tiental na 50 is 60. Welk tiental komt na 60? Na 60 komt 70. Welk tiental komt voor 80? Voor 80 komt 70. Welke tientallen liggen tussen 50 en 80? Dat zijn 60 en 70. Dit waren mijn raadseltjes over de tientallen. Weet jij er ook nog?